Welcome to sunny Southern California! En we zijn in Venice Beach vandaag! Ik bedoel natuurlijk Venice Beach. Wauw, dit is dus echt een palmbomenparadijs gewoon. Bizar dit. Het is denk ik een beetje hippie, alternatiefachtige doelgroep die je ziet. Waar Hans ook bij hoort, met zijn zonnebril. Jij hoort ook bij de hippie alternatieve. Maar zo, dit is echt heel mooi. Ik had echt wel, jongen, dit was serieus knap. Misschien, als je er te lang naar kijkt, moet je hem een fooi geven. Hè? Ja, ik zit even te twijfelen, maar we hebben heel erg. Maar we hebben nog maar soms, we doen het meestal wel hoor. Doen we een beetje straatdingen, doen we subsidiëren. Ja. Pas zelfs in de metro. Ja. Ik kan helemaal niet vallen om aan iedereen maar geld geven. Maar die jongen deed het zo leuk in de metro. Ja, was die zat in de vlog. Nog maar $14. Tot de laatste $14. We moeten nog 5 dagen, dus ik denk dat wij er ook straks zo gaan bijgelegen. Ja. Ik kan heel goed de Chinese nadoen, dus... Ja. Oh ja, dus je kan schoonmaken. Ja. Dat je fiets schoongemaakt hebben, meneer. Zit hij clean voor you? Yes. Clean? I clean your bike? Clean? Clean? Yes. Yes. Okay. Oh, maar dit is echt niks, joh, dit straatje. Voor ons is het niks, nee. Ik kan voorstellen dat mensen het leuk vinden. Ik vind het strand wel heel mooi, ja, en de boulevard heel... zo. Ja. Ik kan hier overal wiet kopen en overal tatoeage laten zetten. En houd er mij niet. Het is gewoon niet echt iets voor ons, merk ik. Freak show. Maar ik vind het wel leuk om even te kijken. Ja. Maar het is ook wel heel apart. Er lopen hier echt alleen maar jeugd. Dus ik heb een beetje het idee dat het meer... Ik weet niet of sowieso, hoor, maar meer like a gap year. Of dat je... Ja, weet je, 16 tot 25 of zo. Dat lijkt het een beetje op doelgroep. Klopt, ja. Tadam! We zijn in Santa Monica! En ik ben super excited voor Santa Monica. Hierachter, ik ga dit filmen, is een kermis. Heel leuk. En ik ben heel erg benieuwd, maar ik zie het nog niet. Nou, die swings. Ze hebben hele bekende swings hier waar je echt aan kan hangen. Oh, daar, ik zie hem. Echt? Oh, daar tussen die palmbomen. En dat gaan we dus echt, echt heel erg doen. Ja. Ik ben benieuwd. Mij gaat sowieso... We gaan het echt heel, heel erg doen. Ja. We gaan het echt heel erg doen. Oh, Hans, mag ik in het reuzenrad? Oké. Okay. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Ben je dooddenk volgens mij, of niet? Nee, nee, ja. Je kijkt dan weg. Hartstikke leuk. Nog meer schattig huisje, Sifa. Ja. Moeten wij ons huis ook niet gewoon roze of mintgroen verven? Oh, als we een eigen huis willen hebben, zou ik het heel graag willen doen. Ja, yeah, I know. Ik weet dat heel veel onderhoud aan is, maar... Ja, je hebt toch, als je gewoon goede verf, dan maakt het toch niet uit. Kijk, met zo'n groen dingetje aan je balkon, superleuk. Superleuk. Ja, dat raam ik heel leuk. Ik ga een foto van maken. Dan maak ik hem even. Ja. Ben je klaar? Ja. Right there. Oh. Oh, ik vind het heel eng. Well, where'd you go? Moet jij 2 handen swingen? Het begin moet je denk ik met 2 doen en dan moet je overpakken. Ik weet het ook niet. Probeer maar. En overpakken. Oh, je kan niet gewoon staan. Dat is heel zwaar. Maar ik heb mensen dit vlog zien doen. Doe dit niet bij die grotere, daar zo. Hoe kunnen andere mensen dit? Ah, wat gek. Je moet ook echt zo'n gilletje. Ik heb echt de zwakste meisjes die niet eens sport heb ik het zien doen. Oké, dat maakt het eens. Ja. Oké, kom op. Heel goed, en in die andere loslaten. Ja, yeah, wow, Hans. Wow, you're killing it. Wat zeg je? Draai niet. Ja, je moet niet draaien. Maar je draait automatisch. Echt? Ik weet niet waarom. You're killing it! Ja, sowieso. Op snikken. Echt zwaar. Wow, Shifra. Het lukt, Hans. Wow, you're killing it. Wow. dit gaat ons beter. Je mag 1 zetje geven en daarna moet je het jezelf doen. Dus, kijk, zo. En daarna moet je uit jezelf op krachten komen. Kijk dan die mensen naast je, hoe hoog die kunnen, Hans.
zonder zetje. Jij kan het ook. Oké, okay, komt hier nog één keer. Eén zetje. En dan. Wat grappig, dit is best wel zwaar. Dit is heel goed. Het komt omdat het zo laag is. Ja. Maar dat is de truc, Hans. God. Je gaat ook heel snel schepen, heb jij dat niet? Nee, dat heb ik niet. Kijk dan, ik ben bijna een rondje aan het rijden. Woesh. Je bent een vliegtuig. Durf je nog hoger? Ik heb je hoger. Je gaat bijna over de kop, joh. Ik heb hier veel te veel hoogtevrees voor. Hoppakee, nog een keer. Zij gaan ook zo hoog, Sif. Zij gaan ook bijna over de kop. Nee, joh. Ja, zij gaan echt hoog. Nee, hij ging niet zo hoog. Nee. Ja, ik heb een gehad. Wow, we zien je wel. Het is zo vet hier. Hé? Ja, is vet, hè? Echt heel leuk. Dit was een schommel. Ik heb het pas even met mijn moeder in de tuin gemaakt. Ja, kan je niet zo mee zwiepen. Duwde jouw vader jou nooit zo hoog? Nou, zo hoog echt niet. Het is zo mooi met het stranduitzicht. Ik zou het bijna willen vloggen. Ik zou het bijna willen vloggen. Wie het verste sprong, die wil. Doe maar. Ah. Nou, dat is toch een eind hoor. Een beetje plakken. Dat is toch een eind, dat was toch zeker hier zo. Ja. Oké, okay. Wat denken jullie dat een ritje in dit reuzenrad kost? Ik zei, we hebben er $4 voor over. We hadden van tevoren bedacht, we hebben er $4 voor over. Nou, het was, ik vroeg, wat hebben we er voor over? Dus je zegt, ik zeg $4 omdat ik denk dat het $4 is. Yeah. En toen we hier, liepen net voor en alles was zo toeristisch. Dat ik dacht al, we gaan er waarschijnlijk niet in, want ik denk dat het meer dan $4 is. $8. We gaan Santa Monica verlaten, we gaan lekker eten en we gaan zwemmen. Ik heb zoveel zin om te gaan zwemmen. Het grappige is dat je hier dus nergens in de zee kan zwemmen. Vandaag vroeg ik het in een winkel waar ik schoenen aan het kopen was. Daar vroeg ik, schoenen voor hem trouwens. Daar vroeg ik... Oh. Ook voor jou. Ook voor mij. Oké. Okay. Wat is deze? Sure. Nee, toen vroeg ik van, zwemmen jullie überhaupt wel in de zee? Zegt ze, wat een goede vraag. We zwemmen inderdaad eigenlijk niet in de zee. Ze zegt, we doen alleen maar surfen hier. En wij zijn al in verschillende plekjes geweest. En overal is de stroming te sterk. Of het water is te koud. Dus we zwemmen hier eigenlijk alleen maar in de zwembad. Maar niet dat ze dat op internet zetten. Nergens. Nee, nergens. Ja, alleen gelezen dat het in San Francisco koud is. En dat is dus nog kouder. Ik vond dit echt al heel koud. Ja, ja, hier is het water echt heel koud. Zeg, je mag het op de meeste plaatsen. Dus nee, ja. We gaan bergop. Terwijl ik ook deze vlogkamer omhoog hou. Ja, lekker. Oeh, heavy stuff. Goeie oefening. Je komt straks thuis. Nee, straks kan ik aan die dingen houden. Dit is zo grappig gemaakt. Dit is lemonade. En het is een soort van een buffet. Je begint daar vooraan en ze scheppen dan alles op je bord wat je wil. Heb je dat per portie. Dus als je zegt ik wil de couscous, dan scheppen ze twee grote scheppen couscous op. En dat hebben wij dus gedaan. We zijn voor de couscous gegaan. Hans, hoeveel een tip? $3 tip of zo? Ja, ik weet niet. 2, 3. Doe maar wat. Oh, we zijn niet zo slecht. In. Ik weet het echt niet. Oh, ik vind dat zo interessant. Ja, oh, tips geven is Salas. Zullen jullie zitten? Ja, leuk maken. Ik pak even mensen. Ja, is goed. Nou, water is hier dus gratis en je mag dus ja, alles samenstellen zoals je wil. Nou, we hebben twee keer couscous. Dit is Israëlische couscous, dit is Marokkaanse couscous. Nou, ik zal het verschil niet weten. Maar in ieder geval, je kan het dus echt samen, zelf samenstellen. Maar we kwamen erachter dat koud is nog wel betaalbaar. Dat is ongeveer €2,50 per portie. Maar warme maaltijden, zoals het stoofpotje van Kip ofzo, dat is echt heel duur. Dan betaal je echt $7 voor zo'n portie. Dat heel snel passen, want het is toch koud, dus maakt toch niet uit. Goed verhaal, super, dankjewel. Ja, het is wel echt zo, het is toch koud. Oh, dit is misschien wel lekker rustig. Ja, ik verhuis wel even. Hey Sunshine. Hallo. Dat was lekker, hè? Ja? Dat was lekker, hè? Ja, ik vond het echt super lekker. Ik had helemaal niet verwacht dat het zo lekker zou zijn. Nee. En nu gaan we naar Walmart voor een luchtbedje. We hebben de grootste Walmart in Californië gaan we. En daarna gaan we lekker zwemmen. Oh, gisteravond ook. Toen we lekker in de hot tub gegaan. Ik zeg altijd hot tub, maar het is hot tub. Hot tub. Ja, niet echt. Nee, ik rijd verkeerd. Zie. Hij zei dat je naar links moest. Crap, dat is echt heel erg verkeerd ook. Maar liefie, ik zei dat je naar links moest. Maar daar is de Walmart. I know, ik zei dat we naar links moesten, liefie. Ja, maar de Walmart was rechtdoor. De afslag naar rechts. Rijdt hij nu op? Over 3 kilometer pas. We zijn nu heel erg. Maar liefie, ik zei dat we naar links moesten. Ja, maar de Walmart was toch rechtdoor. Nee, liefie.
sorry. Ik zei, we moeten linksaf. Hij zegt, nee hoor, ik doe gewoon rechtdoor. Want het tamtam doet niet goed, maar ik zat echt te kijken. De boom zat voor onze neus. Ik kon niet zien, ik zag niet weten. I know, maar ik zag het. Ik zag dat het tamtam gewoon goed ging naar die kant. Zonde. We zijn een beetje aan het haast, want we willen nog zwemmen. En om 11 uur gaat het zwembad dicht. De tamtam probeert ons dus terug te brengen. Maar alles is nog steeds zo eigenwijs. Ja, zeg maar. Dat hij dan nog steeds denkt dat hij beter is dan de tamtam. Dan gaat hij kiest nu weer een andere route. Hè? Dus we lopen nu weer. 200 meter links afbuigen. Daarna houdt links aan. We zijn nu nog verder van huis. Nog verder van zijn mama af ons. Oh, dit is zoiets voor jou, Sifra. Je mag eerst poetsen voordat je gaat winkelen. Dat is ook echt zoiets voor mijn moeder, dit. Dit zou ze ideaal vinden. Ja, dit klopt. Dit is de Walmart. Dit is de Walmart, jongens. Dit is normaal, hè? Wipe away the germs. Grappig, hè? Grappig dat ze daar zo bewust mee zijn. Oké, anders ben je klaar voor. Eigenlijk mijn haar niet. Ja. Eigenlijk mijn haar niet. Hop. God, het is warm. Ja. Kijk, weer heel boos af. Ik ben er niet. Summertime of the world.